Willem Frederik Ritmeester wordt geboren in Lobith. Hij gaat in 1906, hij was toen 21, naar Indië, waar hij als inspecteur bij de firma Klomp in Surabaya de tabak keurt die naar Nederland geëxporteerd moet worden. Als hij in 1940 met zijn gezin met verlof wil gaan, vallen de Duitsers Nederland binnen, waardoor de reis niet door kan gaan. 2 jaar later wordt ook Nederlands-Indië bezet, door Japan. Ondanks hevig verzet valt Nederlands-Indië na enkele dagen in Japanse handen. In 1943 worden in Surabaya honderden Nederlanders opgepakt. Mijn vader was opgepakt, dat was een bijzondere dag, want het viel op de verjaardag van mijn jongste broertje, op 1 oktober 1943. Ik werd naar de banketbakker gestuurd om taartjes te halen of een taart. En toen ik thuis kwam, toen was mijn vader weg, was opgepakt. Toen ik naar huis kwam, hij weg was en ik dat verhaal hoorde, toen was ik zo ondersteboven dat ik heb ontzettend gehuild. En ik ben naar de achtertuin gegaan en daar had hij allemaal zaadjes van tomaten gezaaid. En die plantjes die opkwamen en zo, die heb ik allemaal uit de grond gerukt. Want nou is hij er niet meer en nou kan hij dit niet meer zien hoe dat groeit. Maar 2 dagen later moesten wij onszelf melden in de wijk in Surabaya. Willem Frederik Ritmeester wordt na enkele dagen op transport gesteld naar Bandung. Hij komt als 60-jarige man terecht in het kamp Baros. Zijn zoon Wim zal hem niet meer terugzien. Mijn moeder kreeg in het vrouwenkamp een envelop met een haarlok van hem, afgeknipte nagels en zijn trouwring. En dat was het overlijdensbericht. Wim Ritmeester verliest zijn vader als hij 14 jaar is. Wat hem nu nog rest zijn dierbare herinneringen aan vroeger tijden. Ik ben dus een keer door meegenomen dat hij op een inspectiereis ging naar de tabaksplantages toe. En met de trein dus richting Oost-Java. Ik herinner me van zo'n reis dat wij in een hotel zaten. Dat heette Passaputi. Dat was een heel mooi wit strand en met koraalriffen in zee. En daar kon je met een bootje, met een glazen bodem, kon je die koralen zien. 60 jaar later staan Wim Ritmeester en zijn 3 zonen op het ereveld Leuwegadja. Op een van de witte kruisen een herkenbare naam, voor altijd met hen verbonden. Willem Frederik Ritmeester. Het bijzondere hiervan is dat die 3 jongens erbij waren. Dat geeft eigenlijk de show op het moment, hè? Dat... Inderdaad, het moment dat je naar het kruis loopt met een bloemstuk. En dan kom je daar, je hebt allerlei namen gezien, Jansen en Pietersen. En dan staat in één keer je eigen naam daartussen. Ritmeester. Het gaat met name naar vandaag, gaat het leven. Je ziet de naam op het kruis staan en... Het krijgt als ware een gezicht, terwijl je het echte gezicht nooit gekend hebt. Ik heb heel sterk het gevoel, of de behoefte toch wel ook om hier nog een keer met mijn kinderen naartoe te gaan.